In Theater De Beun in Heilo zijn in het seizoen 2017-2018 weer diverse bijzondere theatervoorstellingen te zien. Op het programma staan optredens van onder andere Marcel de Groot. De nacht heeft ons bedrogen. De dag biedt perspectief. Dus ga met droge ogen. Je was ontzettend lief. Van der Laan en Woe. Mag ik u iets vragen? U komt uit de Tweede Kamer, want het is daar precies besproken. Kijk, daar mag ik er één korte vraag over stellen. Ja, mag ik u een korte vraag stellen? U komt uit de Tweede Kamer, want het is daar... Ja, prettig weekend. Ja, mag ik u een korte vraag stellen? U komt uit de Tweede Kamer, want het is daar besproken. Ik wil even doorlopen. Ja, wat is er besproken in de Tweede Kamer? Ik wil even doorlopen. Ja, doorlopen willen we allemaal wel. Wat is er besproken in de Tweede Kamer? Wij hebben de Tweede Kamer ervan proberen te overtuigen om wat druk te zetten op de Eerste Kamer om uiteindelijk een nieuwe wet... Heeft u ook een one-liner? Een one-liner? Ja, kort en bondig. Heeft u dat niet afgesproken? Dat hebben we wel afgesproken, ja. Mogen we die horen? Jawel. Oké, nou pak die camera. Wat is uw one-liner? Wij maken korte metten met oude wetten. Dank u wel. Ali B. Ja, meer lampjes. Oh mijn god, dit is mooi. Dit is mooi. En Pieter Derks. Dat vond ik ook het enige mooie aan al die vluchtelingenproblematiek van de afgelopen tijd. Op een gegeven moment had je mensen die gingen vluchtelingen ontvangen. Dat vond ik mooi. Dan kwam er ergens een bus vluchtelingen aan en dan stonden daar mensen. En die stonden ze gewoon welkom tegen, die gingen klappen. En die hadden borden met welkom refugees en die gingen ze meenemen en de weg wijzen en dingen uitleggen. Dat ik dacht, ja, dat is wel fijn naar binnenkomen. En het is ook leuker om naar te kijken. Ik zat er naar te kijken, ik dacht, nou, dit zou het eerste jaar kunnen worden dat de intocht van de vluchtelingen gezelliger verloopt. Nou ja, dan... U begrijpt een beetje waar ik heen wil, hè? Het Sinterklaasfeest is zo langzaamaan geradicaliseerd, kunnen we wel stellen. En ik vond dit ineens een heel mooi alternatief. Het theaterseizoen wordt op 29 september geopend door het groot niet te vermijden. Deze mannen maken al jaren muziek om naar te kijken en theater om op te dansen.